Goedemiddag allemaal! Ja, driemaal is scheepsrecht. Ja, driemaal is scheepsrecht. Ik vergeet eerst mijn vlogcamera. Mocht ik weer naar huis? Toen wou ik hem aandoen. Vergat ik dus mijn leuke geheugenkaartje. Mocht ik weer terug? En nou ben ik aan het opnemen. Ja, dus driemaal is scheepsrecht. Ja, gezellig. Dus ik zou zeggen, welkom bij deze nieuwe vlog en heel veel kijkplezier. Ik ben nu aan het lopen met mijn meisje, wat ik dus al zei in mijn lijfvlog van gisteren. Ja, van gisteren. Dus ja, dit wordt gewoon leuk en leuk en leuk en leuk. Ja, wat gaan we doen, schat? Nee, dat weet je heel gauw, heel goed. Zit. Ga eens maar zitten. Goed zo. Keurig. Ja, kom maar over, schat. Ja, halt. Je zat eigenlijk aan de verkeerde kant, maar oké, er komt toch jou niks aan nog. Nu wel aan die kant. Ja. Hehe. Ja. Ik heb eergisteren, dus voor jullie 2 dagen geleden, niet heel goed geslapen. Dat hebben jullie ook wel in mijn vlog kunnen zien. Die vandaag, gisteren online is gekomen. Ja. Dat ik dus heel slecht heb geslapen. Want ja, ik ging om 11:45 naar bed. Heb ik ook gezegd in mijn vorige vlog. En om 3 uur werd ik weer wakker. Nou, toen was ik nog s'avonds nog wakker. Dus veel slaap heb ik niet gehad. Dus ik heb mijn medicijn ingenomen. Dus ik ben eigenlijk wel nu eigenlijk al een beetje wakker. Al een tijd. Maar ik had geen zin om eruit te gaan. Dus ja, ik ben dus nu nog lekker aan het lopen. Ik ga nu richting mijn mannetje aan het lopen. En ja, ik ga eventjes mijn meisje laten zien. Want daar ben ik trots op. En ik ben ook trots op mijn ventje. Ja, ik ben gewoon trots op mijn ventje. Ja, en jullie denken van waarom heeft ze nou oortjes in? Ja, ik heb mijn ventje aan de telefoon. Want die miste ik gewoon. Dus ja, ik denk dan maar moet ik even bellen. Even kijken waar die uithangt. Want ik heb ook post voor hem in mijn brievenbus. Ja, ik heb post voor hem. Ja, bedrijfshulpverlener pasje. Ja, ik heb eindelijk een pasje. Vorig jaar heb ik niet eens een pasje gehad. Yes, nu wel. Joepie. Ja, dus en waar mijn andere pasje is gebleven van vorig jaar, het boeit me niet, maar ik heb nou een pasje. Dankjewel hetgeen en ding dat ik vorig jaar helemaal geen pasje heb gehad. Top. Ja, hoe bedoel je, je bent goed bezig als je helemaal geen pasjes uitgeeft of pasjes kwijtraakt, terwijl de pasjes bij de grote diploma's inzitten. Ja, snap ik niet echt helemaal, maar oké, maakt niet uit, dat even terzijde. Ik ga nu naar mijn mannetje te lopen. Ja, precies. Dus ik ben nou gewoon lekker aan het lopen buiten. En het is niet zo koud. Het is lekker. Ja, zo. Ik heb mijn ventje gevonden. Ja, in de wijk. Ja. Ik heb hier dus een leuk pasje. Ja. Maar nu moet hij dus deze pasje zien te krijgen. Ja. Maar hij is op de fiets en ik ben lopen. Dus dat gaat sneller. Ja, sneller, ja. Ja, maar hoe krijgt hij een pasje? Ja, dat is weer een vraag natuurlijk, hè? Ja. Je kan natuurlijk wel je vlogcamera afpakken. Ja, dat kan. In ruil voor een pasje. Maar dat gaan we niet doen. Nee. Nee. Hoe dan? Ja. Hm. Ja, kus. Oké, okay, bij deze. Nee, daar gaan we niet mee akkoord. Nee, daar gaan we niet mee akkoord. Hm. Nee. Nou, zo moeilijk is het niet. Kom. Ja, alsjeblieft. Hoe blij ben je ermee met het pasje? Mijn naam staat verkeerd. Ja, Noën. Is goed. Dank. Hoe blij ben je ermee? Heel blij. Ik ga het meteen opbergen. Waar? In mijn jaszak. In je jaszak? Nee, en bij je telefoon denk ik, toch? In mijn jaszak. Kijk hoor. Ik kan niet weg. Nee, maar als je hem dus in je telefoonhoesje doet, heb je hem ook altijd bij je? Ja, als je telefoon aan het opladen ligt, natuurlijk niet. Natuurlijk wel. Tuurlijk wel, alles kan toch? Ja, oh. Ja, of daar, want die heb je ook altijd bij je. Hè? Huh? Zit helemaal vol. Ja, maar ik heb altijd mijn telefoon bij me, dus niet. Jammer. Niet altijd.
Ja, maar het is wel handig. Dus je moet iets gaan verzinnen, zodat je je pasje altijd bij je hebt. Toch? Ja. Ja. Het is wel een bedrijfshulpverlener pas. Bedrijfshulpverlener is hij nu. En ik ook. Dus, BHV. Mm-hmm. Ja. Dat staat er ook netjes op. En dus ik heb continu gelijk gehad. Ja. Staat er andersom? Nee. Bedrijfshulpverlener. Ja, precies. Ja, want die heb je wel altijd bij je. Meestal wel. Ja. Niet altijd. Nee, maar die heb je wel meestal bij je. Meestal wel. Ja, dus nu moet je hem altijd bijhouden. Ja. Hm. Dus dat wordt nog leuk. Ja. Nou, ik ga hem ook niet meer verder ophouden met lopen. Nee, nog genoeg, nog twee tassen. Nog twee tassen nog wel. Ja, één tas, twee tas. Eén tas, twee tas. Ja, een leuke zadel trouwens. Of ik leuk. Nog één. Ja, maar die is bij half kapot, ja. Ik ben benieuwd omheen. Even kijken, wat staat er allemaal op? Ben je er ook in? Nee. Bicyclette.nl. Ja, voor iedereen die dus in Den Haag zijn fiets kwijt wil. Ik kan het hier doen. Ga hier even naartoe. En dan weet je precies waar je gaat als je fiets kwijt kan stallen, neer kan zetten. Ja toch? Makkelijk. Precies. Hé Messi, kom eens hier. Kom eens hier dan. Nee, heb je er geen zin in? Nee? Niet eens? Wat jammer nou. Hé, hey, Betty. Niet? Geen zin in? Nee. Zo, nog lekker aan het lopen met mijn meisje. Ik ga nou weer lekker richting huis. Ja. Het trammetje komt ook weer voorbij. Alleen die schijf is weer stapjes vol. Ja. Precies. Hij bijt die, oh ja, snuffelen. Dat is ook heel, heel erg belangrijk. Even snuffelen. Hé, meis? Ja. Yeah. Oh nee, goed zo. Ja. Hoe laat je een hond uit? Gewoon lekker op je gemak, lekker rustig. Ik laat jullie trouwens ook even in de mooie versiering zien van even onze winkelcentrum. Aan de buitenkant. Laat ik jullie ook even zien. Dat is ook leuk. Dat is heel mooi gemaakt. Heel, nou ja, gemaakt. Mooi gedaan. En dat is elk jaar zo hetzelfde. Maar ze mogen het eigenlijk wel elk jaar doen. Ik vind het gewoon iets gezelligs hebben. Hé meis. Ja, iets gezelligs hè. Ja. Yeah. Ik vind van wel. Ja. Yeah. Jullie zien het nog niet. Nee, daar ben ik nog voor de camera een beetje te ver voor. Hé. Kijken. Nee, nog niet. Nou. Wachten, even wijfje wachten. En het ruikt ook hier alweer lekker vanaf de toko. Naar de blokker. Ja, ga mee. Kom maar. Anders ga je de hele tijd snuffelen met alles wat ik heb. Wat, nou ja, niet wat ik heb, maar wat ik doe. Waar ik loop. Geeft niet. Je mag snuffelen. Daar niet van. Ik hoor ergens een kat mouwen. Volgens mij. Of was dat bij jou? Nee toch? Hè? Huh? Het zal wel. Ga mee. Snuffelaar. Halt. Jij bent een grote snuffelaar jij. Ja. Oeh, WD-40 helpt ook nog wel eens.
Dat deed oud aan mijn oortjes hier in me. Ja. Kom, schat. Oh, wat is dit toch gezellig. Ja, er zijn toch wel weer mensen die er niet op willen. Maar dat zijn grote zuurpruimen, ja. Precies. Wat? Ja, anders kan ik aan de gang blijven met jou. Ja, dit is toch een gezellige tuin. Even wachten, jonge dame. Geduld. Geduld. Ga zitten. Nu. Zit. Zitten. Ga zitten. Wachten. Kijk, dit is toch mooi gedaan. Ja. Zo mooi. Ja, en dan gaan we weer verder. Ja. Dan hebben we de kruidvat. Ja. Die is vorig jaar, of nog dit jaar, weet ik het. Verhuisde naar een andere pand. En deze pand vinden ze helemaal niet fijn. Nee, precies. En mijn meisje is een beetje aan het treuzelen vandaag, zeg maar. Ja, ze is een beetje erg aan het treuzelen. En dan hebben we nog Hoezee tweewielers. Ja, wanneer die een verbouwing krijgen, weten we niet. Maar oké. Okay. En dan zat hier ook de oude kruidvat. Ja. En die is nog leeg. Ja. Mag je een winkelcentrum filmen? Wel aan de buitenkant, maar niet aan de binnenkant. Nee, dus dan doen we dat ook niet. Binnen. Buiten wel. Ja, dat is leuk. Buiten wel. Filmen. Binnen niet. Nee. Precies. Lekkere wijfjes snuffelen. Ja. Nee, ja. Even één keer. Even naar achteren. Eén keer. En daar zit Fitte voor Free, ja. Fitte voor Free. Hoi. Kom. Lopen. Ga je mee? Ja. En hier hebben we Jack Snack, Pico Bello. Zo. Ja. Ga je mee, schat? Kom. December 5 geopend tot 5 uur. Kijk. Als ik maar even weet. En ik was toen wazig. Nee, dat schiet op. Wazig. Geopend tot 5 uur. Jack Snack. Zo. Jack, ik heb even reclame gemaakt. Maar deze komt pas een dag later online. Ja. Gesloten. Dat is leuke caravan hoor. Nou hè. En wat gaat er allemaal gebeuren? Dat u niet weten. Vertel. Nee, weet ik niet. Oliebollen volgens mij. Oliebollen? Ja. Oh, in die caravan oliebollen? Oké. Okay. Die is wel heel grappig. Als daar oliebollen in worden gaan en gebakken gaan worden. Ja. Nou, we gaan het zien. Of het in... deze caravan oliebollen gaan verkocht worden. Dat is leuk. Ja, dat wordt leuk. Ja. Dat wordt nog grappig. Ja. Ja, kom maar. Wacht daar. Mut. Mutte tutti hutti. Ja, ja, ja. Je bent lief, maar je bent wel soms eigenwijs. Ja. Als je het maar even weet. Ja. Hé. Hey. Ga maar snuffelen. Wat is er dan? Wat is er dan? Ja, mag ik mond niet filmen? Gewoon lekker doorrijden. Ja, en ze gaat verstoppertjes spelen voor jullie. Ja. Waar is ze dan? Kiekeboe! Ja,
Kikkerboe. Ga je mee naar huis of niet? Kom. Ik wil even nog naar huis zo lopen, wijfie. Maar het is hier al een beetje druk. En ik wil nog wat anders eventjes op de vlog neerzetten. Dat vind ik leuk. Maar iedereen die rijdt, die rijdt, die rijdt. Maar ik wil even naar de overkant. Want ik wil wat op de video zetten. Voor mensen die het niet weten in deze wijk. Ja, mag ik ook eens even? Nee, ik mag niet. Nee. Gewoon even overlopen. Dat is leuk. Grapje. Ja, en dan ga je mee. Dat is leuk. Mensen die denken en dat ze hier op betaald moeten gaan parkeren. Die denken dat ze betaald moeten parkeren. Nee, dat is niet zo. Als je hier even omhoog rijdt, dat is gratis. En hier op deze parkeerterrein is het ook gratis parkeren. Ja. Dus als je het voor het winkelcentrum neerzet, ja, dan is het betaald. Hier dus niet. En hier niet. Nee, en neem gewoon vooral gratis uw winkelkarretje mee. Waarmee? Dat zeggen ze niet, dus u mag hem ook meenemen naar huis. Ja, het staat niet, u kunt hier uw winkelwagen meenemen. Ja, oké, het kost een muntje, maar waar naartoe? Naar huis of naar de winkel? Ik denk naar huis, ja. Dus ik zou zeggen, neem vooral heel veel karretjes mee naar huis, ja. Vooral doen. En toen struikelde ik zo wat over een takje. Ja. Ga mee, schatje. Ja, ga je mee. Ja, hè. Weer alles weer in teken van jou, hè, bijna eigenlijk, hè. Wil je water drinken, schat? Ja, die is oud. Ja, dat is ook een hele mooie vraag trouwens. Ja, voor jullie. Ja. Weten jullie hoe een hond of gewoon een dier in het algemeen gaat drinken? Dat is mijn vraag. Weten jullie hoe een dier gaat drinken? Dan heb ik het nu dan eventjes over een hond op dit moment. Over het algemeen. Ja. Ik weet niet of dit heel donker gaat worden waar ik nu ga lopen. Denk het wel. Ja, dit gaat heel donker worden, dus ik ga lekker hier lopen. Ja. Dus, weten jullie het? Je mag het opzoeken op YouTube. Ik weet het al, maar ik ga het nog niet zeggen. Weet je het? Laat het even hieronder weten in de comment. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even ook een belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer.